Kappers zijn trendsetters, adviseurs, vakmensen, educators. Ze zijn dynamisch, ondernemend, eigenwijs en authentiek. Onderdeel van de modewereld, mensen. Professionals die luisteren naar de wensen van de klant. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vultures. Negative, nepotism. Iedere hairlover kan de Coiffure TV-app gratis downloaden op elk device. Iedere week bieden we nieuwe content. Vanzelfsprekend staat de Coiffure Award centraal in de programmering. Juliette den Oud, Mark van Westrol, Hakan Alakali. En houden we je op de hoogte met Coiffure Update. Nou, we gaan vanavond naar het gala van de British Hairdressing Awards. Nieuws, trends en actualiteiten uit de kappersbranche. Great winners, fantastic work, it's been brilliant. Kinky. Edgy. Alles kan, alles mag. Als we jullie als allereerste een voorproefje willen geven van wat ons op dit moment in het team bezighoudt. De eerste prijs is voor Iris Lindhorst. Ja, voor veel jongen, ik zou het echt aanraden. En dan krijg je juist die hele transparante vorm. Wat heel belangrijk is, is juist om te kijken om het niet te gekapt te maken. Verrassende portretten van topkappers. Mijn moeder zegt altijd, als klein kind was het al duidelijk dat jij anders was. Dat jij altijd net buiten het pad liep. Best wel veel mensen in het kappersvak die zeggen, oh Natas. Je hebt echt de droombaan. Hè? Je bent mijn voorbeeld, dat zou ik ook wel willen. Want wanneer wij een collectie maken, ja, dat grijp je niet zomaar uit de lucht. Er zit echt wel een verhaaltje achter. Maar ja, de medaille heeft natuurlijk wel een keerzijde. Want om een voorbeeld te geven, ik ben 6 jaar op een rij niet op de verjaardag van mijn zoontje. Maar ook events en backstage reports. De winnaar gaat Nederland vertegenwoordigen in Londen op Slam International. We kunnen wel teruggrijpen naar mooie jaren, maar maak er altijd iets van deze tijd. En ja, het is geweldig om dan met deze prijs hier te mogen staan. The most perfect atmosphere. We hebben 3 thema's in de show. We gaan eigenlijk van licht naar donker. Wat ga je nu doen? Feesten. Heel goed. We gaan op zoek naar bijzondere interieurs en spectaculaire salons. Ik heb heel lang voor Redken gewerkt, als Redken artist, nationaal en internationaal. En 2 jaar geleden dacht ik, volgens mij moet ik andere dingen gaan doen. Dus eigenlijk de hoofdreden van de verbouwing is dus A, de uitstraling, maar B, de ruimte. Er was gewoon ruimtegebrek. Waar ik sowieso heel erg trots op ben, is dat we eigenlijk in het centrum van Zwolle zitten. Richard Koffijberg geeft bruikbare tips voor ondernemers. Het is nog nooit zo belangrijk geweest. Ja, we hebben een 24/7 economie. Het goede nieuws is dat ik verwacht dat het pas per 1 januari 2019 is. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om nieuwe instromers in die branche te krijgen. Doe het gewoon. Inspiratie is er altijd en overal. Voor jou, voor mij, voor iedereen. Nou, ik vind het ook niet mooi om te veel te doen. Hè? Is het Mark, Juliette, Petra, en ik ga jullie een hele leuke techniek laten zien. Of ben jij de volgende? Nee. En ik zou het heel tof vinden om voor L'Oréal Professionnel nog verder door te mogen groeien. Director voor, of in Nederland sowieso het liefst, en ook nog het liefst voor het buitenland. En andere mensen mag inspireren met ja, mijn passie voor haar. En natuurlijk staat de relatie tussen kapper en klant centraal. Ik denk dat Floor en ik zijn nu al een jaar of 6, 7 samen. Het lijkt nu wel een liefdesverhaal. Wij kennen elkaar nu al inderdaad zo'n 15 jaar. We kennen elkaar van de straat. Floor die praat als een poëet over haar. De honingblonde tint met een touch van parelmoer en een hint. Ja, dat wil ik natuurlijk. Er komen nooit discussies, want over haar, alles wat over haar ik bepaal. Ja, het is echt zo. Ja. Ik bepaal zijn looks. Coiffure TV gaat verder. Dus haar is gedeeltelijk van mij. Want dat is wat deze mooie branche verdient.